dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben weer helemaal fris en fruitig. Ik heb heerlijk geslapen in mijn eigen bedje hier thuis in Zeist. Het was echt een heerlijk nachtje. Ik voel me echt zo ontzettend fris. Ik heb me even heerlijk geschoren, lekker gedoucht. Het is nog steeds wel een bende. We zijn gisteren natuurlijk teruggekomen van de 17 dagen campertrip in Noorwegen. En we hadden niet verwacht dat we zoveel spullen mee hadden, maar dat is wel zo. Dus dat ligt nog allemaal verspreid door het huis. Maar goed, ik wil nog eventjes iets brengen en dat ga ik doen richting Rotterdam. Daar woont namelijk een maatje van mij. Zijn naam is Joost. Jullie kennen Joost allemaal wel van dit nummer. Als het echt te veel wordt, als je groen en geel wordt en je hebt een hoofdverdriet. Als je hard moet leren, iets moeilijks moet studeren, als het allemaal niet lukt. En anders wel van dit nummer. Het is op Pino, het is op Pino, het is op Pino. En als je hem dan nog steeds niet kent, dan misschien van dit nummer. Daar sta je dan, bij de crematie van je pa. Na al die tijd van vluchten, sta je stil en denk je na. Dit is nooit meer vla, nooit meer vla voor de tv. Nooit meer samen kijken naar DWDD. Als je nu nog steeds vraagtekens hebt van hé, wie is die gast? Dan moet je sowieso even zijn Spotify checken. Gewoon Joost. Nou, niet met dat gewoon erbij, maar gewoon Joost. Je snapt hem, Joost. Ik heb namelijk een cadeautje voor hem gekocht een paar weken geleden in Italië. Die wil ik super graag aan hem geven. En ik had hem zojuist geappt, want ik moest er in één keer aan denken. En het is mogelijk om het nu langs te brengen. Dus hier heb ik het cadeautje staan in het rood. Hij is nog ingepakt. En ik ben heel erg benieuwd of jullie nu al een gokje kunnen doen wat dit is. Maar ik heb dit beeld gekocht in Italië. En misschien kunnen jullie die winkel nog heel eventjes voor je halen. Of misschien heb ik zelfs zo'n goede editor dat je gewoon die beelden nu ziet, dat waar het is gekocht in welke winkel. Ik bedoel, shout-out naar mijn editors. Dus laten we deze meenemen en dan gaan we eventjes richting Rotterdam. Ik heb er geen één keer aan gedacht op vakantie, maar nu ik naar min 1 ga, de garage, krijg ik toch alweer de kriebels hoor, om in mijn auto te rijden. Oh, na al die elektrische auto's te hebben gezien in Noorwegen, 80% van de 5 miljoen inwoners in Noorwegen rijdt elektrisch, gaan we hier eens eventjes weer geluid maken. Daar staat het monster. Meer dan 2 weken stilgestaan. Zonde! Oh, niet normaal. En wat gebruik ik deze functie toch vaak. Kijk, ik heb mijn handen bijvoorbeeld nu vol. Doe je even zo. Ja, het was ook echt een wonder als dat gewoon serieus ging werken. Het heeft het nog nooit in één keer bij mij gedaan. Auw, ik stoot gewoon mijn scheen. Waarom doet dit het nooit? Oké, laten we zitten. Kijk eens eventjes hoe clean ook. Oh, wat fijn. Oh, ik ga deze trouwens helemaal niet achterin doen. Oh jawel, trouwens wel. Hij ligt veilig opgeborgen en die komt er straks over een uurtje weer uit. Maar laten we eens even een heerlijke koude start doen. En we blijven altijd weer even lekker creatief met een statief. Zo, zetten we deze hier neer. Daar gaat hij. Lekker hoor. Kijk dat roken. Ik zal eens eventjes gas geven. Een klein beetje. Lekker. Holy moly. Wow, ik rij weer gewoon in de auto van Batman. Dit is niet normaal. Zo. Na meer dan 2 weken met de camper te hebben gereden en nu in deze machine. Gruwelijk. Holy moly. Nu weet ik weer waarom ik dit de beste SUV ter wereld vind. Alles klopt gewoon aan deze auto. Het is absurd. Ik ben aangekomen in Rotterdam. Ik heb echt heerlijk in de auto gereden. Ongelooflijk. Het wordt vandaag weer bloedje heet. Dus misschien dat we zelfs nog eventjes met de boot gaan varen. En daar heb ik heel erg veel zin in. Dus ik hoop dat het door kan gaan. Maar voor nu ben ik aangekomen dus in Rotterdam. En ga ik hier eventjes naar het parkje toe. Want dit is de locatie die ik heb gekregen van onze grote vriend Joost. Dus ik ben heel benieuwd waar hij zich schuilhoudt. Ik moet zeggen, dat is een mooie entree dit. Ik wist niet dat Joost in het park woonde. Ziet er goed uit. Verboden fietsen in de tuin mee te nemen. Staat nergens dat het verboden is om cadeautjes mee te nemen. Oh joh, dit is wel een creepy plekje om af te spreken trouwens. Check dan wat voor tuin dit is. Joost? Hallo? Joost? Ook alleen Joost die kan gewoon een plek doorgeven als dit om af te spreken. Wow, kijk deze. Holy moly. Ah, ik zie hem lopen. Maar check dit. Joost! Hey! Ik leg het cadeautje even hier neer. What a coincidence! Yo, hè, dat ik jou hier tref in het park. Wat toevallig. Hoe is live? Woe! Je hebt het druk of niet? Ja, maar veel shows. Bro, wat een mooi parkje is dit. Ja, gek hè? Ja, alsof ik in de Ardennen ben of zo. Secret hideout. Ja, check hoe dit eruit ziet. Het ziet er echt sick uit. Hier loopt helemaal zo'n mooi water. Damn, wat een plek. Echt sick bro, wat de heck, alsof ik in Jurassic Park ben. Ja, ik wou net zeggen, kijk, laat me je filmen. Je lijkt ook super klein naast deze dingen. Dit is insane. Is dit niet zo'n berenklauw of zo? Kijk, deze linker is de U-glass regia. Staat daar gewoon. Ja, dat staat ook hier bij het bordje, denk ik. Maar vet toch? Ja, dit is wel echt sick. Je hebt ook nog mooie vissen daar binnen. Dit is echt serieus een beetje die Jurassic World vibes. Het is echt crazy. Kijk hoe groot deze bladeren zijn. Dit is mijn hand. Het is echt sick. Oké, mijn telefoon gaat, maar die skip ik. Ik was in Italië samen met Janneke, Myron en Thijs. Ja? Ik kwam iets tegen. Ik zag het en ik wist gewoon meteen kassa, kopen, stempel erop van Joost, geven. Ja bro, ik zweer het je. Ik denk dat jij dit crazy gaat vinden. Nou, maak hem open man, hij is van jou. Wat is dit? Als ik iets zie en ik weet gewoon, dit is voor iemand weggelegd, dan... Mag je scheuren? Ja, ja, je kan scheuren. Ja, ja. Ja, vroeger mocht ik dat nooit. Nu gaan we scheuren met die velletjes. Scheuren op de weg, denk ik. Wauw. Wauw. Wat? Dit is... Wat? Ik wil gelijk een huis kopen. Wat? Om dit in te zetten, man. Wat? Dit is zelfs die pielenmuis. Ja, iemand heeft dat gewoon gedaan. Iemand heeft dat gestoffeerd. Dit is insane, man. Dit is fucking vet. Hè? Ik ben echt shook, bro. Dit is echt iets wat als ik... Hier zou ik over dromen. Als ik dit in de winkel zelf zou zien, zou ik echt denken, nou misschien morgen. Volgende week. Wauw, man. Echt, dankjewel, man. Alsjeblieft, man. Kijk hoe keihard dit is. Alsjeblieft, man. Dit is echt fucking lief. Het matcht ook hele goed. Bro, ik zag die tattoo weer van jou en ik dacht, ja, dit is hem. Dit is hem. Kijk hoe perfect gewoon. Het is ook echt dat ik aan het chillen ben nu. We moeten een paar shots maken. Ik ga het chillen met dat jij hier zo zit in het park samen met Crazy Bro. Wie is de lieve Crazy Bro? Wie is de lieve Crazy Bro? Het is zo grappig. Het is echt niet veel, maar het is wel grappig. Ja, we zijn dus nu serieus bij allemaal bijenkasten. En Joost vindt het spannend, maar... Het zijn maar een paar bijtjes. Of dit zijn het wespen, ik weet niet. Nee, volgens mij wel bijen. Ik heb liever nog aanbijen dan deze bijen. Anyway, ik ga er wel door. Ik neem de Crazy Frog weer mee, man. Damn, allemaal bijenkasten. Lijp. Het is wel echt een sick parkje dit, serieus. Ik ben hier nog nooit geweest. Het ziet er echt buitenlands uit of zo. Gewoon buitenlandse vibes krijg je hiervan. Vakantie naar vakantie. Ja, dit is gewoon vakantie in je eigen land. Hoe dan? Even voelen. Dit voelt als het einde van een film. Het is eindelijk gelukt. Altijd goed om Joost te zien. Goeie vibe, lachen, even bijpraten. Was super gezellig. Ik ben nu weer thuis aangekomen en ik heb nog eventjes een foto gemaakt. Voordat ik namelijk van huis ging, toen zag ik dat ik nog 1 foto kon maken met dit apparaat. En toen dacht ik, dan is die laatste foto voor Joost. Ik heb nog niet gekeken, maar laten we samen eventjes kijken. Samen met een Z. Laten we samen even kijken wat eruit is gekomen. Daar is die. Deze is keihard. En dan moet hieronder even met de zwarte stift neergezet worden. Crazy Frog X Joost. En dan is hij helemaal compleet. Myron die heeft heerlijk eventjes een uurtje of zo in de keuken doorgebracht. Half uurtje, wel realistisch blijven, oké. Een half uurtje heeft Myron in de keuken gestaan en heeft ze dit gewoon voor elkaar gekregen. Het is echt ongelooflijk. Ook al geef je mij een uur, dan red ik het nog geen eens. Tuurlijk wel. Check eens eventjes. Oh, lekker hoor. We hebben geen 2 bordjes, we hebben 3 bordjes, want Daniel is er. En dankzij Daniel heb ik op elke worp beet gehad in de zee, want ik had 2 hengels van Daniel mee. En zonder die 2 hengels had ik niet zo goed kunnen vissen ook, want ik heb zelf een hele kleine, handige streetvis hengel. Maar Daniel die heeft wat langere hengels die ook wat beter geschikt zijn voor op zee. Dus, en voor zalm. Dat is dus niet gelukt. Mijn zalmdroom moet ik nog even uitstellen. Dus dat is wel echt balen. Maar ja, zalm is ook niet iets volgens mij wat je 1, 2, 3 vangt. Nee. Dus, en nou helemaal niet met aasjes. Met vliegvishengels schijnt het iets makkelijker te zijn. Ja, sommige plekken kan je ze wel met kunstaas vangen. Maar het zijn ook tijden van het jaar. Want die zalmen zitten nu ze heel erg los overal. En dan een bepaalde tijd van het jaar dan gaan ze groeperen. En dan gaan ze migreren. En dan gaan ze met z'n allen terug naar de plek waar ze zijn geboren. Okay. Dan gaan ze daar eitjes leggen. En als je die migratie, als je dat kan onderscheppen, nou, dan kan je goed vangen. Nou, oké. Over één riviertje een paar duizend. Hebben jullie de informatie gemist van Daniel, dames en heren? Want hij is er weer hoor. Nou, proost op lekker eten van mij. Oh, dit is wel heel chill. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Dit ziet er echt zo lekker uit. We gaan even smikkelen en dan daarna gaan we lekker een bootje pakken, dames en heren. Ja, vaar. Ja, er zit er veel zin in. Het zonnetje schijnt buiten, dus het gaat misschien nog wel even regenen, maar dat kan ook allemaal gezellig zijn. Precies. En ik heb mijn knolpauwers helemaal bij me. Hey, kijk eens even. Dus het wordt helemaal top. Mag ik u een hele simpele vraag stellen, meneer Weijers? Jazeker. Waarom heeft u met deze benauwde temperaturen een lange broek aan? Ja, inderdaad. Nou, dat komt omdat ik deze zo meteen uit ga trekken en mijn knolpauwers zijn broek aan ga trekken. Oh, oké. Ja. Ja, en het is dus zo dat mijn benen er nog erg winters uitzien. Ze zijn nogal bleek. Samen een klein beetje. Ja? Ja. Heb je echte vissersbenen? Ja, en jouw armen zijn super uit. Mijn armen zijn... Maar kijk. Doe je penalty, dat doe je in een potty. Nou, dat is dus precies met mijn benen. Die zijn echt gewoon nice. Blank. Nou, we gaan met de nieuwe viswagen van Daniel. Yeah. Helemaal top, man. Nog steeds blij met je auto? Zeker. Ja, echt ziek. Ja, zo, deze erop zo. Keurig. Even je waadpak, ga je die aandoen? Nee, morgen. Zo, als je met dit weer een waadpak aandoet op de boot, nou, dan ben je niet helemaal 100. Ja, we gaan gewoon lekker, weet je wat we gaan doen? We gaan lekker van het weer genieten. Juist. Een beetje zwemmen en vissers bijzaken. Ja, precies. Dat is de planning. Oh, duimpje van Myron. Duimpie! Ja, naar die meneer daarboven. Die zit te loeren. Oh mijn god, die Daniel die heeft altijd woorden, jongen. Hij zegt in één keer even de vaginatie. Vaginatie? Wat zeg jij nou weer? Ja, navigatie. Oh. Maar anders gespeld hoor. Wat had je ook weer voor woord wat ik wel eens vaker heb gezegd, wat ik heb overgenomen? Ja, je hebt wel vaker van die woorden. Ja. Als je het nu moet bedenken, dan weet je het even niet. Nee, dit is voor mij automatisme geworden natuurlijk. Coca-Cola. Coca-Cola. En een broodje gripgroep. In plaats van de Coca-Cola zegt hij Coca-Cola. Dat vind ik altijd zo leuk, zeker als je dan bijvoorbeeld in Brabant zo bij een snackbar komt. Zeg maar, elke regio heeft toch zijn eigen namen voor dingen. Is wel zo, ja. En dan kom je zo in Brabant en zeg je, ja, doe maar broodje gripgroep en blikje doelpaal. En dan kijk je zo aan en wat zeg je? Ja, broodje gripgroep, blikje doelpaal. Nou, dan hebben ze geen idee waar je het over hebt. Geen flauw idee. Maar waar verstaan ze dat wel? Nergens, bestaat niet. Jongen. Ken je dat niet? Oh nee, ja, bij ons verkopen ze dat gewoon in het noorden. Ja, het is wel zo. Bijvoorbeeld zoals zo'n eierbal. Ja. In het zuiden zouden ze dat... Ik had er nog nooit van gehoord voordat ik met jou omging. Nee, dat bedoel ik. Maar je hebt er nu ondertussen gegeten, toch? Ja, bij Spetterpan-Johan. Ja, en vind je wat? Ja, op zich. Ja, heb je het met satésaus gegeten? Met satésaus. Ja, oh, dat is wel de goede combinatie. Ja, een eierbal, dames en heren, het is nog steeds iets wat je echt wel moet proeven hoor, als je naar het noorden gaat. Het is echt lekker. Eierbal met satésaus, liefst bij Spetterpan-Johan in Mersdijk. Oh, keurig. Ja, heerlijk. Ja, goed. Wij gaan, waar ligt de boot? Wijk bij Duurstede. Ja. Top. Ellie at Expensive City. Wat zeg je nou allemaal? Ellie at Expensive City. Wijk bij Duurstede. In het Engels. Ik volg het niet. Wijk bij Duurstede. Ja. Hoe zeg je dat in het Engels? Ik zei Ellie at Expensive City. Gewoon letterlijk de vertaling. Ja. Een soort van. Heel slecht. We hebben Daniel weer gemist met z'n allen, dames en heren. Ja, sorry. Ik heb een snelle brilletje op. Ja, dat is wel heel snel. Daniel ook. We hebben dezelfde glazenkleur. Ja. beetje. Wel fancy hoor. Myron, jij? Ik heb nog geen brilletje, maar ik heb hem in mijn tas. Oké, nou dan zien we die fancy brilletje van Myron straks wel. Zo, dit is een beetje verkeerde kant ingezoomd. Zo. Het is wat. Het is zeker wat. Het is 25 graden man. Ja, het is echt warm. Weet je wat het is vandaag? Het is benauwd warm. Het is een beetje viezig, een beetje bakkerig. Oké. Vind je niet? Ja, is wel zo. Maar het is ook zo, hoe vaak je het hebt over hoe warm het is, hoe meer last je ervan hebt. Ja, precies. Laten we de schoudererken maar aanzetten. Ja, zullen we het er maar niet meer over hebben? Nee, is goed. Gewoon genieten. We gaan Sultana Swing luisteren. Zie ik nou goed? Is dat energy? Want dat krijg jij niet hoor. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, je gaat geen energy drinken. Ik dacht het niet, gewoon cafeïne. Het is net zoveel als een bak koffie. Nee, maar je gaat geen energy drinken. Vanavond als ik in de auto zit. Ja, oké. We waren hem dan voor vanavond. Maar niet nu hoor, want... Nee, ik heb al genoeg energy. Want dit... Gast, je begint al helemaal druk te worden weer. Maar sowieso, als wij elkaar een tijdje niet hebben gezien en we zien elkaar weer, dan hebben we weer die vonk. Hè? En die vonk die kan voor explosies zorgen. Ja, vonk. Ja, Myron die is dan altijd de lul. Die zit dan tussen ons in een beetje rustig te wezen. Hè? En dan zijn wij helemaal hyper. En dan... Wat willen jullie jongens? Vissen, grote vissen. Nee, een ijsje, lekker ijsje. Hey, waarom rijdt deze man met onze boot weg? Ja, weet ik niet. Ik denk omdat die tak... Hey, het is een vaartuig. Weet je niet. Dat kon ik nog niet zien. Goeie naam. Nee, maar even, hoe gaat het met de boot? Want jij hebt hem meer gebruikt dan ik. Ja, ik heb hem echt regelmatig kusjes gegeven, geaaid, met hem gepraat. Heel persoonlijke dingen meegemaakt. Dus het gaat best goed. Nice. Ja, hij vaart nog steeds lekker. Ik moet alleen zo meteen even kijken hoeveel benzine er nog in zit. Maar... heb je de bougie al vervangen? Ja, ik had laatst nieuwe bougievonkjes erin gedaan. Nice. Nou, top. Kijk, nu kun je er gewoon in. Er staan geen boten meer. Hoppakee. Kijk eens even. Dit hebben we nog nooit eerder zo gedaan. Tenminste, ik niet. Zo, wat is dat voor Amerikaanse speedboot? Ja, dat is een wakeboardboot. Of heb je hem een wrap gegeven, de boot? Nog niet. Oh, we hebben even een heerlijk ijsje van de winkel gehad. Alles valt achteruit. Oké, we gaan weer eens even een kijkje nemen bij de boot, dames en heren. Kijk eens even. De Beauty. Beauty and the Beast. Yes, daar staat hij dan. Ja, het is nog steeds zo vet dat Daniel zijn vaarbewijs heeft. Gruwelijk, dit wordt echt wel even mooi varen straks. Ik zei al tegen Daniel, als ik wat moet doen, dan moet je het laten weten. Maar Daniel zei, het enige wat jij hoeft te doen is te filmen. Nou, daar ben ik toevallig wel goed in. Kijk eens even. Even met de hoogdrukspuit langs. Even met de hoogdrukspuit langs. Ja, er zit een beetje water, droog water op. Ja, maar dat wordt wel nat als je hem in het water gooit, toch? Precies. Af en toe moet je hem even boenen. Ja, dat is waar. Doe ik ook af en toe met Myron. Af en toe even boenen. Af en toe even boenen. Ja, we gaan zo even knallen, jongen. Nou, toch? Ik heb ook weer een poosje geleden. Lekker, man. Ik heb zin om een duik te nemen. Ja, ik ook. Het is echt vies warm. Nee, dat zouden we het niet mogen hebben. Hebben we de boot voor de laaien? Hoppakee. Vang. Hola. Zo, kijk eens even. Hier ook even lekker bootje hoor. Dikke speedboot. Nice. Niet normaal hoe laag het water staat. Ja, is het zo laag? Jeetje. Zo, hij gaat even inspecteren. Ja, de boot die gaat hier altijd het water in. Maar ja, hoe lager het water staat, hoe verder je naar achter moet rijden. Maar dat gaat wel goed komen? Ja, natuurlijk. Normaal moest je echt 10 meter naar achter en dan pas zat je tussen die twee palen in. Nu zit je meteen tussen die palen in. Ja. Maar dat is niet erg, dat kunnen wij. Kijk, let op hè. Dat is mooi hè? Heb jij ook ooit wel eens in je hoofd gehad dat het je heel erg vet lijkt om gewoon te gaan rijden op de snelweg zo en dan gewoon te blijven zitten in die stoel in de boot? Nee, ik heb nog nooit over nagedacht, maar lijkt me wel leuk op zich. Nee, nog nooit over nagedacht? Nee. Dat lijkt mij dus echt geniaal, dat je gewoon met de boot op de aanhanger dus achter de auto en dan snelweg pakken en dan gewoon blijven zitten zo. Ik denk dat Daniel dat dan met jou wil doen hoor. Dat is wel echt een, ja dat mag natuurlijk niet, maar dat zou wel geniaal zijn. Heb je er ooit wel eens over nagedacht? Om met zo'n boot achter de auto en dan gewoon op snelweg te gaan rijden en dan gewoon te blijven zitten? Nooit over nagedacht? Oh, dan ben ik de enige. Oké, wat moet er nog gebeuren? Je moet de zwembroekje aandoen? Ja, en een klein beetje benzine moet er nog in. Zal ik even tanken dan? Je hoeft niet tanken, schat. Jawel, schat. Hij rijdt achteruit. Ja, gewoon een stoel draaien. Ja, geniaal. Dat is een trekker die twee kanten op kan. Nou, waar kan ik tanken, schat? Ja, nou... Ik zie hier namelijk de... Tanktop. De dop. Zo, dat ruikt lekker, hè? Oh. Ja, benzine ruikt altijd goed. Ja, benzine ruikt echt. Maar ik dacht dus dat ik een veel grotere tuut had dan dit ding. Maar ik weet niet... Maar kom wel goed, ik fix het wel. Ja? Hier zit diesel in. Nou, ik hoop het niet. En hier, dit kan je beter in de boot gaan staan, denk ik. Wel hoog schenken zo. Er zat volgens mij een veel grotere terecht. Oh, is hier, denk ik. Oh ja. Deze beter. Ah, te. Zo, dan ben je dood. Oh ja, dat is handig. Kijk, dan kan ik wel vanaf hier schenken. Ja, dat doen we vanaf boven, ja, dat is top. Oh ja, en als je nu misschenkt, dan schenk je over je benen heen. Dus nu ga je nog niet gewoon... Oh ja. Snap je? Ah! Ah! Oh, joh, op! Ja, joh, wat staat? Je moet dat dopje goed vasthouden. Ja, dat dopje verpesten het. Je hebt allemaal benzine over mee. Lekker. Ja, dat is niet zo... Dan moet je zwemmen straks. Dat is niet zo veilig. Nee. Net alsof het geprint is gewoon. Nu gaat hij goed. Zo gaat hij goed. Zo gaat hij beter. Alweer een kilometer. Het was hè, want het kost goud. Ja, dat is allemaal goud wat ik hierin gooi nu. Zo, moet je kijken hoe dat ding gaat schoten. Hopsakee. Weet je zeker dat alles erin komt? Ja, weet ik niet. Ik stop wel even. Ja. Kijk. Ja, ik heb aan 22 liter genoeg. 22 liter? En wat voor prachtig vaartuig... ja, rubberbootje. Oké. 22 liter. En dan kunt u de hele dag mee door? Als ik rustig aan doe, dan kan ik er wel de hele dag mee door. Ja. En met hoeveel pk doet u dan rustig aan? 30 pk. En hoeveel liter gaat hier in, Daniel? In die hele tank? Een liter of 50. 50 liter? Oh, ja, ik heb hem al eens een keer in één dag opgevaren. Echt? Weg. Maar dan had ik wel op één dag denk ik een kilometer of 80 gevaren en alles voluit zo'n beetje. Jeetje. Oh. Oh, ja, ik moet geen aansteken bij komen nu. Als je voluit gaat, dan is het een liter per minuut. Nou, zo. Dan gaan we hem eens even traileren. Kijk eens even. Die zit vol. Als ik mijn beenhaar weg wil, dan moet ik een vlammetje erbij doen. Ja. Dan is gelijk het opharden. Ja, dan ben ik gelijk kaal. Ik zou het doen. Ja, lijkt me niet veilig. Nou, kom maar door, Daniel. Oké, daar gaat hij, dames en heren. Daniel die gaat hem even mooi naar achter rijden. Kijk eens even. Keurig. Ja, dat gaat perfect. Ja, hij heeft dit ondertussen al zo vaak gedaan. Ik weet nog wel de eerste keer in het water. Dat was wel echt super kicken. Maar dat is alweer een paar maanden geleden. En Daniel die heeft echt veel gebruik gemaakt van de boot. Dus dat is echt nice. Kijk, en dit bedoelt hij met deze twee palen. Nu leg je de boot erin en dan ben je er al. Maar toen we de eerste keer in het water gingen, toen moest je hier gewoon naartoe varen. Echt? Ja. Ja, het water is zo laag nu gewoon. Maar dat zie je ook wel aan die palen, hè, daar zo. Dan kan je gewoon goed zien dat het water eerst echt veel hoger was. Dat is echt een groot verschil. 5 meter hoger was. 5 meter? 5 meter? Vast. Mijn auto die stond nu dik onder water. Zo hoog? In de winter was het aan het begin van de helling kon je de boot bijna inknallen. Oh ja, want dit gaat allemaal mee omhoog natuurlijk. Dit gaat mee. Oh ja. Allemaal op die paal. Dus oh ja, dat gaat allemaal mee omhoog. Zo, ja, dat is wel ziek hè? Als je op de paal kijkt, zie je bovenin dat die ooit een meter onder die paal is geweest. Je ziet de lijn nog van het water. Wat? Ja, het water is wel hoog geweest. Ik weet niet zo hoog, maar Daniel zegt van wel. Ik geloof Daniel wel, hè? Ja, we geloven je, Daniel. Ik geloof me niet, hè? Doei! Dit was de laatste keer dat zo'n dame mag dragen. Ik heb losgelaten. Ik heb losgelaten! Moet ik hem duwen of niet? Ja, het is een beetje vervelend nu hier met die boot. Moet ik hem duwen zo? Gaat goed hoor. Kijk eens even. Even de voorkant kijken, schat. Zo. Kijk eens even, niks in de hand. Kijk, vorige keer zaten er veel vliegen. Het ging heel hard. Het ging allemaal spletten tegen de motor aan. Zo, inderdaad ja. De hele motor zit onder de vliegen. Ja, ik nou gelijk wraak voor alle jaren dat ik gestoken ben door de muggen. Hier ook. Ik heb het in de gaten. Warm hè? Vooral jouw nek en jouw rug, dat verschil. Ja, dat is echt bizar. Gewoon een t-shirt. Kijk die nek. Leeshirt. Ja. Zo. Ja, er is eigenlijk niemand aan het varen nu. Nee, wie vaart er nu dan? Niemand. De boot. De boot vaart? Ja. Waarom gebeurt dit? Waarom vaart er niemand? Ga jij maar even varen, Myron. Ja, het is zo dat als er één iemand aan boord is met een vaarbewijs, dan mag de ander ook varen. Als hij 18 plus is. Als hij 18 plus is. Ja. Nou, dat is Myron gelukkig. Welke kant moet je ook weer naar rechts, hè? Ja, dat maakt niet uit. Nou, daar zijn we, dames en heren. Op het water met de boot. Hoe lekker is dit? Zo, we zijn echt even lekker uitgewaaid. Nee. Niet normaal, je had je echt even zin in, hè? Ja, we gingen bijna 70 over die golven. Hoe hard gaat hij nou op vlak water? Ik heb laatst 72 gevaren op de IJssel. We hadden al een beetje stroming mee. Nee, maar in principe, ja, wij hebben ook een keer 71 gevaren. Ja, klopt. 70 is een beetje de max. Wow. Ja. Maar dan zuipt die jongen. Ja, dan zuipt hij veel. Ja, ja. Oei, oei. Nou, dit was wel lekker hoor, dames en heren. We zijn, zijn er meteen helemaal bij. Kijk dan. Dikke meter snoek. Ik zei tegen Daniel, is dat geen dode vis? Yo, zo! 1,20 meter of zo. Gas, schep hem even. Schep hem even. Kijk hoe vies die is. Ja, maar schep hem even, gast. Wil je hem zien? Ja, dit is niet normaal. Deze wil ik echt even zien. Ja, okay. Gast, maar dit... Oh, kijk hoe groot die is. Hij stinkt wel hoor. Ja, hoe kan het? Hoe kan die... Ja, dit kan ouderdom. Dus die is... Gast, deze vis is een bak, jongen. Dit is niet normaal, gast. Holy shit, dit is echt de grootste snoek die ik ooit heb gezien, denk ik. Oh, hij is helemaal hard, of niet? Ja. Gast! Wojo! Oh, zo! Die is 1,20 meter. Wojo! Oh, hij is denk ik... nou... Hoeveel kilo is die? Ja. Hij is denk ik een kilo of 16 of zo. Ah, gast! Dit zwemt hier gewoon, hè? Moet je die bek zien. Kijk dan! Kijk dan, die tanden. Die rug. Deze is groot. Hij is nog niet zo lang dood, denk ik. Nee, hij is nog niet zo lang dood. Nee. Stinkt ook nog niet heel erg. Doe alsof je hem gevangen hebt. Zo, kijk dan! Ik zal even een foto van je maken. Holy moly, gast. Dat is niet normaal. Deze is echt groot hoor. Gast, meet hem eens. Ik ben wel benieuwd. Ik heb een meetlint. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ga hem niet de boot intillen. Nee, snap ik. Ik denk dat hij 2 dagen dood is of zo. Je denkt dat hij 2 dagen dood is al? Ogen en zo zijn nog ziek. Zo, kijk die helikopters daar. Zo, die vliegen laag. Bovenop elkaar, zie je dat? Ja. Zo, die helikopters zijn sowieso aan het oefenen. Heel ziek. Hier, hoe wil je het meetlint hebben? Ja, moet hem even langs houden. Nou, dan zal ik jou eens even helpen, jongen. Nee, wel langer denk ik. Ja, die is 1,20. 1,23. 1,23 meter. Niet normaal. Zo, maar als je die aan de hengel hebt gehad. Dit is 1 centimeter kleiner dan de grootste die ik ooit heb gevangen. Echt? Ja? Kijk, kom maar even. Wow, dit is niet normaal, man. Maar het is echt ziek hoor. Weet je wat wel mooi is? Weet je, laat het gewoon nu liggen in de natuur. En over 2-3 weken is er niks meer van over. Is hij gewoon weer opgenomen. Bacteriën en misschien wel vogels, die gaan ermee aan de slag. Ja, sowieso vogels denk ik. Hij straks weer naar de bodem. Hij zit nu al die gassen in zijn darmen en zo, die zetten allemaal uit. Ik denk dat die bacteriën zo aan de slag zijn. Straks dan zinkt hij. Nou, kreefjes, van alles komt erop, bacteriën. Nou, wie wilde zwemmen? Niet om mijn handen ruiken. Nee. Fop is mee. Maar ik, serieus, we gingen die kant op. We komen net hier aan. En ik zeg tegen Daniel, wat zie ik daar joh? En ik zag zo zijn fin. Ja, zo'n vinnetje. Dus Daniel die zei meteen, jeetje wat een dikke bak. Niet best of wel? Ja, ik ruik toch niet zo erg. Nou, we gaan verder varen. Nou, valt mee. Wow, check dit dan. Die koeien die zijn keihard aan het chillen. Gewoon lekker van het drinken. Ja, deze koe die zit gewoon in het water met zijn poten. Hoe fijn is dat? Kan je er even naar koe? Ik kan er wel even naar koe. Kan je er even naar koe, ja? Ja, het is hier nog 12 meter diep. Zo bizar, joh. 12 meter diep? Ja, nu nog 9. Boer, dan had hij niet verder moeten lopen. Dan was hij in één keer in zo'n gat gevallen waarschijnlijk. Ja, dan loopt het hier wel in één keer diep naar beneden trouwens, zeg. Nou, gaat dit lekker aan het bootje eten. Helemaal een boemtje, nee. Zo, dit is wel echt nice hoor. Kijk dan. Ja, Nederland is ook wel mooi hoor. Nederland is een soort van platte Noorwegen. Kijk ze chillen, hé. Oh. Vliegen op zijn ogen, gek. Ja, heel veel vliegen, ja. Oh. Dat is altijd zo. We hadden gisteren ook al bij die herten. Die hadden ook al zoveel vliegen om zich heen. Ja, met dit weer is dat echt not done. Oh, lekker kakken. Lekker kleien. Lekker kleien, zegt Daniel. Ja, dat moet ook gebeuren, hè? Zo, dit is echt een super mooi plekje. Maar je zou nooit denken dat het hier, gewoon letterlijk hier, gewoon 7 meter diep is. Op dit moment 6,5. Terwijl je zo dicht bij de zijkant bent. Dat is echt bizar. Ah! Oh, shit. Let op, eerste woord meteen beet. Zal ik het zitten vangen? Soms heb je zo'n gevoel, hè? Dan weet je dat het gaat lukken. Nou, hou dat gevoel vooral vast. Dat lukt het meestal. Ja, dat ken je toch wel? Als ik het in Noorwegen kan, dan is dit natuurlijk een makkelijk. Ja, komt ie. Ja, nog een tikje. 2 tikjes al. Loop! Ja. Aan het jiggen achter de boot. You just gotta trust the right, don't have to be scary. You just gotta follow the light, you're able to be happy. Daar gaat ie. 3, 2, 1. Wee! 24 meter diep. Oh, vis. Oh, ja, kom maar. Oh. Oh, eigenlijk die snoekenhand een beetje. Lekker hoor. Het water is echt lekker. We hebben de trap hier nog niet uitgedaan. We komen er nu niet meer in. Haha, doei. Hier nog. Maar we hebben ook een trapje. Je shirt daar. Zo, lekker hoor. Oh, zo, dat was lekker hoor. Oh, wil je ook niet even een duik? Nee, straks misschien. Nee? 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 Nee. Is het zeker? Ja. Echt lekker hoor. Het water is echt goed. Wat een gast, jongen. Oh, sorry, man. Nee, die ik best. Je mag alleen uit de trap. Je mag alleen maar via de trap. Trap inhalen! Oh, nee. Daar, ik vind het eng. Ik vind het eng, zegt hij. Hey, kom maar met je voet. Kom maar. Ik heb z'n teen. Hey, kom maar, maat. Dit trek me dan. Ja. Dames en heren, het is tijd voor mij om heel eventjes lekker hard te gaan varen. Knijters veel zin in. Je hebt hier een stukje waar je dus gewoon zo hard mag als je wil. Ik hoorde van Daniel 1000 km/u. Zeker. Dus we gaan eens even een poging wagen. 1000. Laat voor. Ga jij zo staan? Ja, ik vertrouw jou. Daar gaan we. Oké. Planken met die hap. Je moet hem af en toe naar beneden doen. Nee, nu nog niet. Nu vol gas. Ja, en nu komt die planeet. En nu omhoog! Zo, hopla. Dat was dik, hè? Zo, gast. Niet lekker, man. Hè? Ja, dat is zo speedboot fijn. Op het water. We moeten wel weer tanken. Je hoeft niet te tanken, het gaat oké. Oké. Doeg! Doeg! Ja, motortje doet nog braaf. Ik ben hier met mijn maatjes en het interesseert me geen hol. Wat nou? Sorry. Ik heb een beetje waterspets op de lens. Oh ja, zie ik. Zee, pizza, calzone. Geen gewone. Zotte bocht, laat maar komen. Volle waterstromen. Geen pasta. Als we hier een vis vangen, kunnen we daarna gewoon meteen. Oké, we moeten rechtdoor gooien, gewoon vers komen. Echt? Stroom. Dit zo? Ja. Kijk eens even, wat een mooi gooi. Daniel heeft vis. Mooi paars. Yes. Let's go. Oh, zo. Is het serieus? Hè? Ja, dat is wel een leuke. Een snoepbaars. Hey, ik heb een snoepbaars op mijn krenkbeet. Even kijken. Ga een snoepbaars. Winjo? Ja. Hey, jij zei nog, ga snoepbaars vangen. Zei je vandaag. Kijk eens even. Hij schiet bijna los. Yes! Ja! Yeah! Woehoe! Dat is wel mooi. Ik heb paarse lippen, zie je dat? Ja, of lippenstift op. Zo, parelmoerlippen. Kijk. Op een krenkbeetje. Dat schijnt dus gek te zijn ofzo. Wow, hij is echt bijna los. Oh, wow, mooie vis hoor. Mooi, ja, dat is een mooie vis dit. Deze heb ik nog nooit een vis op gevangen. Wow, nice. Hé, hey, lekker. Hey. Lekker man. Mag hè? Ja. Yes! Yeah! Wow, hoor je hem happen? Ja. Ja jongens, wow, staat erop hoor. Let's go! Even kijken, let op. Explosief, explosief. 1, 2. Dan gaat er vandoor in 3, 2, 1. Hoppa! Ja! Lekker! Lekker man! Elektronisch anker. Ja, nee, maar je bent kruis, ik kan dus niet druk zijn. Ja, daarom lig ik hier. Oké, man. Dankjewel. Yo, hey. Hoi, hoi. Op de foto? Ja, op de film. Zo, er zit wel een dikke motor achter. Daar hoeven wij geen wedstrijd mee te doen. Zo. Doe je niet. De politie kwam even langs. Die zei van, letten jullie even een beetje op hier zo met die grote boten. Ja, er komen hier echt mega grote boten langs. En daar moet je inderdaad even mee oppassen. Maar Daniel zei al, we liggen aan een elektronische anker. Dus we liggen de hele tijd op dezelfde plek. Ja, je mag hier niet ankeren met touw. Want je ligt, we liggen net naast de vaargeul. Maar officieel mag je hier niet ankeren. Vanwege die boten die hier langs draaien. Maar toch krijg je nou altijd het gevoel van, heb ik een regeltje gemist of zo? Ja, snap ik. Dan kwamen we natuurlijk net aanvaren. Nou ja, dat laatste stukje. Op een gegeven moment is er een scheiding dat je maar 20 mag. Als ze echt willen naaien, ik weet het niet. Maar... nee joh, maar ik... Zit het helemaal goed? Ja, we hebben alles goed geregeld. Alles was goed. Toppie! Daniel, wat? Was weer goed je te zien. Zeker. Tot volgende. Ja. Tot snel. Tot next time. Yes. We hebben genoten, dames en heren. Ongelooflijk. Ik heb nog steeds geen vis gevangen op de boot. Maar er komt vanzelf wel een keertje. Gelukkig Daniel wel eentje, dus dat was nice. Maar we hebben heerlijk genoten van het dagje. Het is 8 uur. Het is nog steeds lekker weer eigenlijk. Maar het zonnetje gaat langzamerhand weg. En ik denk dat we wel even een kleurtje hebben gekregen. Zo. Ik denk dat je minder een t-shirt hebt. Ja, ik denk dat het wel goed komt. Ja, ik denk het ook wel. En we hebben wel een leuk plannetje voor de volgende keer met de boot. Ja, klopt. We hebben even wat leuke dingetjes besteld voor achter de boot. Dus dat is ook wel echt super tof. Dus dat gaan jullie binnenkort wel even zien. Dames en heren, ik lig lekker in bedje. En oh, gappie. Oei. Wij gaan lekker slapen, dames en heren. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.